Fall back! Er is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan slaat. Ja, mensen. Snel, haal die andere twee. Go, 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 go. Zagen ze? Fire upon him! Fire around that man! Vuur op die man! Die wapen weg, die wapen weg. Mensen. Dat is een auto. Het is misschien wel een van de engste plekken op aarde. Het Mastbos Spookhotel. Sinds de Tweede Wereldoorlog gaan er gruwelijke verhalen over rond. Mensen praten over raadselachtige figuren die in de nacht tevoorschijn komen als de lichten uitgaan. Sommigen zeggen zelfs dat de oude hoteleigenaar over de gangen van het hotel loopt en gaat rusten op de oude stoel in de gang. Waar is... Er liep zo'n beheerder liep bij de stoel. Weer anderen praten over vreemde verschijnsels in de omliggende bossen. Dat ligt helemaal in het midden van de bos. Ja, nee, absoluut niet. No fucking way. Echt? Die loopt op de parkeerplaats rond. Er zouden Duitse soldaten rondlopen en spionnen uit overzees gebied. Deze verhalen, die moeten worden gecheckt. Bij het, hoe heet het hotel, Maarten? Het Mastbos. Het Mastbos. Dus ging ik met Maarten, Lucas en Wouter naar het Mastbos Spookhotel. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Excuses aan het aanbieden aan de kijkers. Hoi, wij wouden graag naar een spookhotel. Leek ons een superleuk idee. Lucas heeft nu een spookhotel uitgekozen waar Stefan de Vries ook al is heen geweest. We hebben het echt verpest. Sorry daarvoor. Sorry dat dit de vlog echt stukken minder leuk maakt. Lucas heeft dat mij ook niet verteld. Dus ik bied namens Lucas mijn excuses aan. Santiago, die nam met die vinger mee. Die heeft hem nu in de koelkast hebben nu gegeven als cadeau aan Bahir. Fuck, grappig. Alleen... Sorry, dit is nog een super dan dit hele spookhotel. Luister. We zijn aangekomen in Breda bij het, hoe heet het hotel, Maarten? Mastbos. Het Mastbos had dat. Oké, we hebben er super veel zin in, behalve Lucas. Lucas van Pater. Oké, ik hoop dat ze misschien nog weer in mijn tas niet vinden. We zijn aan de hele enge kamer. Oké. Een spiegelfilm. We zijn aangekomen in het spookhotel. Mensen. Lucas gaat even laten zien wat ik bij me heb. Oké, Wouter, vangen. Vangen? Nee. Vangen? Okay, jongens, jullie luisteren niet eens naar mijn spookhotel. Dat vind ik jammer. Vertel. Vind ik heel jammer. Vertel. Een boer. Bleek en trillend verlaat de verkoper de marktplaats. En hij maakt zijn weg vele, vele mijlen naar de kleine stad Samara. Waar hij zeker is dat de dood hem niet zal vinden. Maar wanneer hij uiteindelijk komt bij Samara, staat er te wachten op hem het figuur van de dood. Erg goed, zegt de verkoper. Ik geef het op. Ik ben van jou. Maar vertel me. Waarom keek je me verschrikt aan toen je me deze morgen zag in Bagdad? Toen zei de dood, omdat ik een afspraak met je had deze avond in Samara. Het is dus zo dat op die eerste verdieping zou het hier spoken. Wij zitten op de eerste verdieping. Ja. Niet heel eng, maar jij ligt er echt raar bij. Echt heel raar.
Echt heel, jouw hele pak is raar. En dat er ook een spookkamer is. En dat je bij de receptie mag aangeven dat je niet in de spookkamer wil liggen. Hebben we dat gedaan, Lucas? We hebben niks aangegeven. Wat ik gehoord had. Hoorde je dat, Hans? Wat? Doe nou niet zo, dat hoorde je toch wel. Ja, dat deed ik. Oh. Doe niet. Oké. Ik ben nu al bang. De stoel. Sommigen zeggen zelfs dat de oude hoteleigenaar over de gangen van het hotel loopt en gaat rusten op de oude stoel in de gang. Cool. Dit is dus die stoel. Die enge stoel. Zo. Ik ga er ook niet op zitten, ik durf echt niet. Waar ga je heen? Naar de tweede. Ja, dan moet je die dan. Waar mag ik naar boven? Alles boven koud. Ja, maar ik heb er net... Durf jij op de stoel te zitten? Ja hoor. Je hebt toch vuisten die je kan registreren als levensgevaarlijke wapens. Je ziet toch daar iets op? Je ziet toch iets zitten? Ja. Loop verder. Maarten, kom. Mag ik hier op zitten? Ja? Wacht eens, Maarten is pas echt een spook. Die zit namelijk op de spookstoel. Op zich, hij zit best lekker. Er staat nu wel een soort eng iemand achter jou op de vlog. Nog zo'n stoel, nog zo'n stoel. Dit is wat je bedoelt, dit is waar we net waren. Weet je snel? Ik hoor iets, maar volgens mij is het gewoon de wind. Ja, het is buiten. Oh nee, het is gewoon buiten, laat maar, precies. Okay. Oh, dat nummer veranderde net. Oké, okay, allebei. Lucas hier. Oh, ja. Oh, 239 moet er wel op, dat getal. Ja, dat moet jij net zo. Ja, boeien. Zullen we er vannacht weer even kijken? Hey, luister. Mijn moeder zei dat in de, hier beneden, zeg maar, in de eetkamer, hangt een schilderij van dat meisje. Hoe zei hij? Het duurt wel even lang tot Lucas terug is, dus ik ga hem heel even redden. Hij vindt waarschijnlijk een beetje eng. Is niet zo erg. Ik ben daar voor hem, dus dat maakt helemaal niet uit. Ik dacht al, jij bent bang. Ik dacht al, je bent bang. Maakt niet uit. De deur toe, opeens gaat die hendel omlaag. Maar alleen net dat het dit hotel is, maakt wel even... Indruk. Spannend. Indruk. Ja, het is wel gezellig. Het is gezellig. Behalve dat jij de hele tijd TikToks aan het kijken bent. Draai het licht uit, ik zie je de meisje. Ja, maar het gaat er echt van op. Ja, omdat hij niet is aangeweest. Mensen praten over raadselachtige figuren die in de nacht tevoorschijn komen als de lichten uitgaan. Ik zie haar niet. Dat is een lang. Tijdloze geest zwerft over moerassen. Werkt meerstemmig. Nu gaan we niet echt de bossen, nu gaan we, ja, van nu gaan we over de paden. Au. We lopen hier nu door het donkere bos. Wouter en ik zijn het meest bang. Dus ik heb een. Ik heb een gun en hij heeft een mes. Lucas loopt ook gewoon echt 100 meter achter ons. Zie Lucas stilstaan. Oké, het is middernacht. Grapje natuurlijk. Dat ligt helemaal in het midden van het bos. Ja, nee, absoluut niet. Nee. No fucking way. Nee. Ja, maar weet je zeker dat het daar is? Ik heb het online, moet ik het dan even opzoeken, maar... Dat... Ja, even opzoeken. Kom, vandaag. Nou, zoek het op. Naar Kinderbos, hè? Zoek dan even op. Spookhotel Kinder. Ik ga niet... Nee. No fucking way. Het is midden in het bos. Het is midden in het bos. Er kan niks misgaan. Met een 4. Boys, we zijn er al eruit. Wouter, eerste reactie. Ja, fucking grappig. Echt leuk. Dit doen we moeten pakken. Leuk, doen we. Lucas, tweede reactie. Ik heb niks gezien. Oké, Maarten, derde reactie. Ik heb niks gezien. Dat zei Lucas al. Zeg even iets origineels. Ik heb minder gezien. Hey, zien jullie dat spook daar? Zullen jullie het zien? Oh, nu komen we aan bij de spookkamer. Die gast. Wat de fuck. Kijk, dit is die kamer. 49. Tijd voor dat dit spook echt zou zijn. Dames en heren, we zijn zo ontzettend bang. Dit is sowieso nep. Ja, echt op een moment dat we buiten staan opeens. Wow, licht je. Daar is ineens een hand toch? Rechts, links. Of het zag je nou de hand? Het is echt niks, jongens. Het is echt cute. Dat is geen mens. Maar ben je al een beetje bang geworden? Ik ben Maarten. Ik ben 18 jaar.
Ik ben heel bang. Zullen we straks op het midden staan van de parkeerplaats daar? En dan roepen we even Suck It Universe. Ik heb net ook op de vlog helemaal vastgelegd, maar ik heb niet het gevoel dat het iets engs is gewoon. Ja, precies. Zij zeggen van wel, maar die takken ervoor bewegen gewoon. Suck It Universe. Nu jij nog. Nou, dit is toch grappig. Oei. Dat is volgens mij zeg. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home.